Welkom bij een nieuwe aflevering van Wout of the World. En ik zeg eigenlijk altijd dat het heel bijzonder wordt, maar dit keer wordt het echt heel bijzonder. Vanaf Mexico zijn we doorgereisd naar Ecuador en daar beginnen we op de bijzondere Galapagos-eilanden. Een paradijs voor dierenliefhebbers. En hier ligt alvast een zeeleeuw. Een baby. Bij aankomst op het vliegveld worden we al verwelkomd door deze knalgele landleguaan. En vanaf het eiland Baltra steken we over naar Santa Cruz, het meest centrale en bewoonde eiland van de Galapagos. We verblijven op Santa Cruz in Hostel Vista al Mar. En dat zit midden in het centrum van Puerto Ayora. In deze superleuke ontmoetingsplek verblijven we voor maar 40 euro per nacht in een driepersoonskamer. Het is onze eerste dag op de Galapagos-eilanden en we zijn in Puerto Ayora, de hoofdstad van Santa Cruz. En waar kunnen we nou beter beginnen dan met een wandeling naar het Charles Darwin Research Center, de wereldberoemde ontdekkingsreiziger die deze eilanden praktisch op de kaart heeft gezet en de evolutietheorie hierop heeft gebaseerd. En ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar daar ligt een zeehond. En hier liggen wat leguanen. Natuurparadijs, jongens. Deze zwarte variant is de neef van die gele. Dit is de zeeleguaan. Onderweg komen we ook even langs de lokale vismarkt. En dat is echt een bezienswaardigheid, want de hongerige gasten die zitten al te wachten op een visje. Weer een zeeleeuw, pelikanen liggen daarachter. Echt bizar wat ons hier overkomt, jongens. Niet normaal. Mij lijken het stressvolle werkomstandigheden, maar dit hoort er nou eenmaal bij op de Galapagos. Hey, Charles Darwin. In principe is de entree bij het Charles Darwin Research Center gratis, maar wil je de Ruta de la Tortuga lopen om de kleinste schildpadjes tot en met de grootste reuzenschildpadden te bekijken, ja, dan betaal je $10 en dat vind ik echt een schijntje, dus let's do it! Wat een bijzondere plek is dit. We maken dus een wandeling van ongeveer 1,5 uur. En het is echt best wel interessant om alles te leren over de dieren die leven op Galapagos. Maar het meest interessante zijn natuurlijk die schildpadden. En die zijn echt bizar om te zien. Met zo'n hele lange nek en het lijken net dinosaurussen. En ze vertellen ons net ook dat die cactussen hier zo hoog zijn, omdat ze zich hebben aangepast aan die hele grote schildpadden met die lange nekken. Die cactussen worden alleen maar groter. 12 meter kunnen ze worden en nergens anders ter wereld. Super bijzonder. But if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit. Als eerst komen we langs de babyschildpadjes en gaandeweg zien we de groei die ze doormaken. Bij de grotere schildpadden maken we toevallig een mooi schouwspel mee. De mannetjes maken onderling uit wie de baas is van de groep. Maar dat doen ze natuurlijk niet door te vechten. Ze kijken wie het langste zijn nek kan uitsteken. En de verliezer trekt zich terug. Nog een grappig feitje. Steven Spielberg was hier in de jaren 70 en baseerde zijn personage E.T. hierop. En nu je dat weet, zie je het meteen. Dan brengen we een bezoek aan Lonely George. In 2012 was hij de laatste van een andere soort die overleed. De pinta-schildpad stierf uit en zoiets mag nooit meer gebeuren. Charles zou zich omdraaien in zijn graf.
Vanaf het museum lopen we langs de stranden weer terug naar Puerto Ayora. Vlak bij ons hostel zit echt een leuke backpackersbuurt en daar horen natuurlijk een beetje goedkope restaurants bij. Als je vraagt naar de Menú del Día kun je hier zelfs al eten voor 5 euro twee gangen. Backpacker Paradise. Nog even langs de vaste ijsboer en dan op naar een nieuwe dag. Wow, het is een prachtige nieuwe dag op de Galapagos. We zijn nog altijd op Santa Cruz en we lopen naar Tortuga Bay. Dat is ongeveer 5 kilometer lopen vanaf het centrum van Puerto Ayora. En daar heb je een prachtig wit strand met natuurlijk weer een heleboel mooie dieren. Uitslover. Als we aankomen bij Tortuga Bay zijn er twee stranden. Allereerst kom je bij Playa Brava en dat is een beetje de wilde zee waar je niet kan zwemmen. En daarnaast ligt Playa Mansa, dat is een kalmer strand en daar kun je wel zwemmen en mooi snorkelen. En niet zomaar snorkelen, want dit moet je gezien hebben. De zeeleeuwenwanen duiken hier de hele dag het water in en wij gaan met ze mee. Ook zie ik deze zeeschildpadden en een heleboel pelikanen. Vandaag zijn we vroeg wakker geworden en we zijn al naar de centrale pier gelopen in Puerto Ayora om een ritje te gaan maken met de watertaxi. Voor een paar euro neemt hij ons mee naar Las Grietas en dat is een prachtige rotsformatie met de zee ertussendoor, een soort canyon waar je in kan zwemmen en snorkelen. Gaan we doen! Na iets wat ik alleen maar kan omschrijven als de kortste vaarttocht van mijn leven, voor 1 dollar overigens, is het nog een half uurtje lopen naar Las Grietas door een prachtige omgeving. Het is best bijzonder om een kijkje te nemen onder water in deze lavatunnel.
Zo, heerlijk dagje gehad. En zeg nou zelf jongens, waar kan je nou op een bankje gaan chillen met zo'n vriend als deze? De tijd vliegt werkelijk voorbij hier op Santa Cruz en we gaan alweer met de boot verder naar het volgende eiland en dat is Isabela. Nou is er op Isabela wel een stadje, maar ze hebben geen pinautomaat. Dus mijn tip is, zorg dat je genoeg cash meeneemt. Ik ben naar de automaat geweest, beide kaarten leeggetrokken en heb ik zo'n $700. En daar moeten we het mee doen. Gelukkig kost de boot naar Isla Isabela maar €30. En op de pier worden we weer kostelijk vermaakt. We zien zelfs haaien vanaf de kant. Tot zover deze avontuurlijke aflevering. Maar er komt nog veel meer moois en een hoop nieuwe dieren. Dus blijf ons live volgen en abonneer je op Wout of the World.